Welkom terug, dames en heren, bij het eerste deel van de laatste tocht met de Baron. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Kunnen we beginnen? Arnoud komt als het goed is zometeen weer deze kant op. En hij is onderweg, want ik heb net nog van hem een berichtje gekregen. En dan gaan we de video weer oppakken waar we gebleven waren. Hij is er weer. Daar. Lekker man. Eerste bootje zien we ook al gaan. Ik heb vandaag microfoon om, dus het ziet er misschien een beetje raar uit. Maar de vorige keer hadden we nogal wat windruis. En dat wilde ik niet, dit keer. Waar ik mee wilde beginnen is dat ik heb een video geplaatst natuurlijk over mijn vader, wat er gebeurd was. En ik wil echt iedereen, maar dan ook iedereen die gereageerd heeft, gecondoleerd heeft, wil ik heel erg bedanken voor de lieve berichtjes die ik allemaal heb mogen ontvangen. Voor ons is het de support voor de verwerking. Dus daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Het lijkt wel weer zo'nzelfde begin, hè? Zonnetje daar. Ik heb nog geen idee waar we komen vandaag. Het enige wat ik weet is dat ik moet tanken. Dus we gaan eerst naar Zaandam om te tanken. Heerlijk, jongens. Beetje wind, maar ja. Dag haven. Belangrijk detail voor de vroege ochtend. Lekker bakje pleur. Ik zeg proost. Lekker. Goed bezig, mensen. Mooie. Mercurius. Ja, dan moeten we toch even aan het roeren draaien. Anders gaat het helemaal weer fout. Maar het komt goed, jongens. Geen stress, hè. Rustig aan. Ja, jongens. De Zaanse Schans. De laatste keer dat we er voorlopig komen. Dus ik denk, ik doe toch nog even een shot zo langs de molentjes. Je ziet het, bootje ligt er. Mensen worden hier naartoe gebracht om eens te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat met die molentjes. Wat ze allemaal doen, hout zagen, van alles. En dan gaan wij weer verder varen. Prachtig toch? We zijn bij de pomp aangekomen, dus we gaan eventjes tanken. En dan kunnen we straks weer, in ieder geval veilig verder varen met genoeg brandstof aan boord. We zijn bij de Prins Willem-Alexanderbrug en die gaat als het goed is op dit moment voor mij open. Halen we weer. Dat meteen die spoorbrug ook bereid open kon, want het gaat op tijden. En ik had eigenlijk gewoon een soort lucky shot, want ik had helemaal niet van tevoren ingeschat dat dit dezelfde tijd was. We hadden natuurlijk net getankt. Ik denk gas erop en door. Het kwam goed uit. Dus we gaan nu naar de volgende brug. Het is niet over personality matrix holes en charts. It's all about the bumps in your heart. Ja, dit ging allemaal heel voorspoedig zo, moet ik zeggen. Het is weer een ander gebied waar ik al een tijdje niet meer geweest ben. Superleuk natuurlijk. En ja, het staat hier nog die twee krasjes aan de zijkant. Die zijn hier gebeurd, bij dat blauwe huisje. Dat is zo'n plek die je nooit meer vergeet. Dus we hebben mooie avonturen gemaakt, dus die krasjes, ja, die krijg je erbij.
zo werkt dat. En daar liggen we weer in Zaandam, jongens. Mooi plekje. Dus... Sluis, Zaandam, voor de Kuil. Ja mensen, terug in Zaandam. Het gedeelte waar ik toen ook al had willen zijn. En daar ben ik nu, dus ja, gaat lekker. Mooi weer. Maar het stuk waar ik nou moet varen is vrij lang. Dus ik ben eigenlijk van plan om hier vanavond te blijven. En morgen schijnt het dus echt slecht weer te zijn. Dus ja, misschien morgen hier blijven en dan zaterdag uitvaren naar Vianen. Ja, ik ga jullie klaarzetten en dan gaan we even door naar de timelapse. En zo mooi als het vanmiddag was, slaat het in één om. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar ik op zat te wachten, want het was echt heel erg warm en benauwd. Maar ja, ik verwacht nu ook wel wat. Moet kijken hoe de lucht is veranderd, joh. Dat is even wat anders, hè, is het zonnetje. Er komt nog één schip aan. Ik wilde eigenlijk net even Zaandam ingaan. Ik denk, ik zet hem er nog even op. Kleur helemaal niet meer staan zo. Nou, we komen hier hè met die boot. Dus morgens, deze morgen, koffie. Ik ken dat toevallig van iemand die dat ook zegt. Het is prachtig vandaag, echt mooi weer. Gestart en dan gaan we sluisje in, als het goed is. Ze zouden al vroeg open gaan, dus ik ben benieuwd. De bron voor Wilhelmina Sluis. Wilhelmina Sluis, goedemorgen. Goedemorgen, lig aan de kant van Alkmaar, wil graag geschud worden naar Amsterdam. Ja, dat kan. Heeft u een rugolie nodig? Jazeker. Nou, komt u maar voor, maak de deur voor open, dan begin ik eraan. Helemaal top, zie je me zo. Lekker bezig. Heerlijk man. Zo. Dan gaan we richting Wilhelmina Sluis. Ik moet even opletten, want hij ligt een beetje strak op de mensen achter mij. Voor je het weet hoor je het kraken. Even wachten op de brug en dan kunnen we erdoor. Het is toch heerlijk wakker worden zo. Meteen de eerste in de sluis. Meteen pakken die handel. En nog een aardig tochtje voor de boeg, zeg maar. Dan gaan we naar Vianen. Maar doordat het zo vroeg zijn, heb je ook niet echt oponthoud voor verkeer en zo. Hè? Dus het is eigenlijk heel gunstig, want ik zie amper nog iemand op de weg. Nou, dan val ik ook niemand lastig. Oh, rood genoeg. Ik denk dat we alleen geschud gaan worden zelf. Ja. Dat is wel heel uniek, hè?
helemaal voor elkaar. Goedemorgen. Genieten. Het is gewoon weer genieten. Volop zon, rustig water, helemaal top. Langs de bekende bunker waar we voorheen ook al hebben getankt. Vandaag niet. Dan gaan we naar het Noordzeekanaal. Ja, daar gaan we dan. We gaan het Noordzeekanaal enteren. We kijken het weertje. Dit is toch top. Helemaal goud. We varen momenteel langs de Amsterdam Marinehaven. In een video van vorig jaar lag ik daar nog in het bad. En beneden zit restaurant Loetje. Daar varen we momenteel langs. Nou is natuurlijk de grote vraag of vooral iemand in dat lichtbad ligt en die ziet mij zo voorbij komen. Ja, je weet het nooit, hè. Ik ben nu op een plekje waar we kort geleden ook waren. Toen gingen we aan boord bij Johan. Stijger hier ook. Dat is dit punt, dat vergeten we niet meer natuurlijk. Nou, geen Johan. We zijn het nu zelf. Zie je het? Bordje met die auto. Ik ga alleen niet er tegenaan liggen. Daar ben ik niet zo voor geschikt. Blauwe Inge. Blue Inge. Blue. Hoe moet je dat uitspreken? Ik zeg gewoon Blauwe Inge. Blauwe Inge. Een soortgelijk schipper als Johan vaart langs. Klopt wel, ik zal een krachtie krijgen. Ja, kijk wel even achter me hoor. Nou, niks. De houthaven, ja. En mijn hele stem is gelijk. Het is helemaal leeg. Zouden ze allemaal op pad zijn? Tegenliggen 100 meter noord aan de Vlaamse brug, goeiedag. Ja, lekker windje erbij. Dan gaan we naar het echt Amsterdam Rijnkanaal.
Nog een klein stukje. Uurtje of 6, 7, zoiets. Ja, ik denk 6. Denk ik. Ja, dan zag je net de trein overgaan, maar die laat zich mooi niet meer zien. Jammer, hè? Kudayo. Ik zal het wel helemaal fout uitspreken, maar... een van de weinigen die we nu weer tegenkomen. De Orion. Ja, die zijn er ook lekker op uit. Heerlijk, toch? Mooi weertje erbij. Topdagje zo. Hierachter is de afslag van de Vecht. Dat was waar ik de vorige keer uitgekomen ben. Dan kom ik hier het Amsterdam-Rijnkanaal op. En vader en ik naar Dordrecht. Wielrennerspeloton, recht vooruit. Gaaf, hè? We zijn dus bij Utrecht. Ik vertelde al over Johan en zijn vliegtuigje dat het een droom van hem is om eens vlucht te gaan maken. Misschien zit er wel een piloot te kijken die zegt van ik neem Johan graag mee. Ja, dat ken ik ook, hè. Dus ik ben benieuwd. Het wordt wat bewolkter, dus ik hoop dat we droog in Vianen aankomen. Maar dat is nog een beetje moeilijk in te schatten. Even de mini Erasmusbrug erop zetten. Nog een nieuwe. De Prins Klausbrug noemen we deze. En we gaan helaas Johan niet tegenkomen, want die is onderweg naar België. Dat is wel jammer. Had natuurlijk wel super gaaf geweest als we de Gibraltar tegen zouden komen. Helemaal goud. De Angelique, ja ja. Ja, het zou ook een soort Gibraltar kunnen zijn. Ik onderbreek de video even voor het volgende, want mijn boot ligt dus al in Sleewijk en staat te koop. Ben je nou iemand die op zoek is naar een prachtschip, dan kom dan eens een kijkje nemen bij Sleewijk Yachting. Mijn boot ligt daar en we hebben er wat mooie fotootjes van geschoten, zodat je op de website kan zien hoe de indeling is, hoe de boot eruit ziet op dit moment. En ik ben benieuwd of er mensen gegaderd zijn. Of weet jij toevallig iemand die op zoek is naar een boot? Stuur hem even deze video door. En laat hem even een kijkje nemen. Of kijk gewoon via de website Sleewijk Yachting. Ik dank je alvast daarvoor. Want hoe sneller het schip verkocht is, hoe sneller ik door kan met mijn nieuwe avontuur. En daar sta ik echt op te popelen. Om verder te gaan door Europa. Bedankt alvast. Wordt weer spannend. Beatrixsluis. We moeten naar de middensluis, heb ik net gehoord. Vernomen. Dus ja, kijken hoe het dit keer gaat. Ik hoop goed. Een sluis die niet helemaal bijberekend is, hè? Ja, dat is
daar wou ik het bij laten voor vandaag. Dit is het eerste deel van de laatste tocht. In de volgende tocht komen we aan in Vianen en reizen we door naar Sleewijk. Dan hoop ik jullie tegen die tijd weer terug te zien. Bedankt voor het kijken. Abonneer nog even als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag terug bij de volgende. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.